De olieprijs staat gedurende een paar dagen al behoorlijk onder druk. Dit komt onder andere door een sterkere dollar en doordat Iran heeft aangegeven dat zij toch niet voornemens zijn om de olieproductie te gaan bevriezen. Het opwaartse trendkanaal van olie is daarentegen nog steeds volledig intact. We hebben $27 gezien in het begin van het jaar en inmiddels is deze bijna verdubbeld. En dit komt vooral door het sluiten van speculatieve shortposities. Maar ook de niet-OPEC-productie is behoorlijk onder druk gekomen, bijvoorbeeld in Amerika. En dat gevolg zien we dus terug in de olieprijs. Nou, volgende week hebben we de OPEC-vergadering op 2 juni. Ik verwacht daar eigenlijk helemaal geen rare beslissingen. Waardoor onze eindejaarsvoorspelling van $55 volledig nog staat, wat mij betreft. En dat is gebaseerd op dat de overaanbod in de markt toch verder zal afnemen en dus wat opwaartse prijsdruk zal geven.